ja, dan speel je Champions League. Dus heb je zeg maar in 5 jaar tijd van amateurs, ja, gewoon Champions League gehaald. Dat, ja, is wel een prestatie, man. Hey jongens, ik ben onderweg weer voor een nieuwe bij Andy in de auto. We gaan nu naar Dumfries. Dat speelt bij Heerenveen. Is een, als je zo naar hem kijkt, dan wat is zo'n agressieve uitstraling, hou ik ervan. Vind ik wel mooi, dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal en ja, kijken wat hij te zeggen heeft. En we gaan naar hem luisteren. Natuurlijk gaat hij straks komen als het zo blijft. Oh, Dumfries is er langs. Dumfries tegen zijn oude club. En 2-1 voor Heerenveen. Yo. Yo. Alles goed, man? Goed, man. Met jou? Tof. Mooi, man. Mooi. Ga zitten. Goed, man. Gaat die piepen. Ja, weer gek, man. Ja. Goed. Hoe is het? Goed, man. Met jou? Wil je tekenen? Ja, toch. Nieuwe pattetjes, hoor. Ja, ja, alleen deze twin op ben ik vergeten, man. Maar ze zijn helemaal in Heerenveen. Ja. Dus ik kan ze niet meer ophalen. Dat is toch goed. Deze ook? Ja, alsjeblieft. Doe maar allebei. Oh, ze zijn fresh, hè? Fresh. Ja, man. En die nieuwe. Top. Alsjeblieft, man. Dankjewel. Zo. Hoe was Barcelona? Dat is top, man. Was leuk. Was leuk. Met twee neven geweest, dus... Nou, was leuk, man. Met wie ben je gegaan dan? Met mijn twee neven, man. Zijn twee neefjes, oké. Kickboxers. Okay. Dus, ja. Jij zelf ook kickboksen? Nee, ik niet, joh. Ik niet. Alleen maar trainen. Jij wel, hè? Ja, ik wel. Moet een beetje bijhouden, hè? Ja, je hebt gelijk, man. Je hebt gelijk. Anders word ik zo dik, man. Ja, je hebt goed groot gelijk. Ik heb aanleg ook, hoor. Ja, je hebt aanleg. Ik hou van eten. Ja, maar ik ook. Ja? Ik heb geen aanleg, man. Dan heb jij mooi geluk. Ja, ik heb geluk, man. Ja, ik kan daar. Hier eruit? Ja, daar. Oh, ja. Wat is dit, een nieuwe wijk of zo? Ja, het is net buitenwijk, man. Ja, nou, eigenlijk niet, hoor. Ik woon hier nu al bijna 15 jaar of zo. Hier al deze, ja? Ja, man. De Barendrecht zit hier achter. Ja, dat zit daar zo, man. Ja, ik kom vaak aan Barendrecht. Ja? Ja, maar voor mij, ik doe altijd die haren, doe ik tatoeëren. Dat doe ik hier altijd, hier achter. Wat, die haren tatoeëren? Ja. Ja? Dat is weer haren? Ja. Ja? Doe ik een beetje bij jou, hè? Kale klets. Ja, lekker net. Heel veel spelers doen dat, hè? Ja? Oh, dat wist ik niet eens, man. Hier in de visie ook, maar die hebben hele mooie lijntjes. Die hebben mooie lijntjes, hè? Die blijven altijd zitten. Zogenaamd is dan, weet je wel? Even bijwerken. Ja, bijwerken. Maar waar is dat dan? Eenbanig hier? Ja, is hier achter. Hoe is jouw Brabants, jongen? Een beetje Brabants? Brabants? Nee, ik kan geen Brabants, man. Nee? Dat weet ik wel, hè? Dat weet ik wel. Ja, jij bent er ook geweest, hè? Ja, ik ben er ook geweest. Wel een mooie club, hoor. Ja? Ja, dat is mooi. Waarom een club? Ja, als we daar voetballen, vond ik het ook een mooie club, PSV. Maar ga je erheen? Nee, ik weet het nog niet. Ja, het is natuurlijk een mooie club. Ja. Ja, hoe moet ik zeggen? Ja, het is gewoon een mooie club en zeg al genoeg. Hou maar stil. Dus kan je weer verhuizen? Huh? Ja, je moet je weer verhuizen, man. Zo, dat is helemaal aan de andere kant van het land, hè? Ja. Nee, maar dat is toch mooi. Tuurlijk. Het is toch mooi als je stapjes kan maken, dat is alleen maar... Tuurlijk, maar als je naar de top van Nederland natuurlijk. Ja. Kijk, Champions League spelen. Ja. Je speelt voor het kampioenschap, je speelt Champions League. Dat is toch geweldig? Ja, dat is het mooiste wat er is, toch? Ja. Precies. Hier links? Door, ja. Oh ja, rechter. Hey, oh, hier zit dat zwembad, hè? Van die... Ja, Inge de Bruin. Inge de Bruin, ja. Daar zit hier zwembad. Ja, dit is PSV. Ja, dit is een mooie club. Thijs die heeft mijn boek geschreven, die is daar perschef. Oh, die is daar perschef? Ja, man, dat is mijn beste vriend. Ja? Ja. Thijsie. Kleine Thijs, wel een lelijke man, maar hij is wel heel lief. Wel lief. Zijn vrouw zit ook bij hem toch op die doekoe, voor de rest niks. Oh, voor de doekoe. Oh. Maar, mooi. Weet hij dat wel of niet? He? Dat weet hij wel of niet? Nee, hij heeft zijn vrouw tegen mij gezegd. In goed vertrouwen. Ja, ik ga hem nakken. Alleen maar nakken. Lekker Thijs. Nou, je bent best wel snel, want ik las dat je bij Barendrecht, we speelden hier toch? Ja, VV Barendrecht? Ja, BV Barendrecht speelde ik. 4 jaar geleden nog? Ja, toen ik 18 was, ging ik naar Sparta, man. Dus, ja. Ja, het is, vier jaar geleden, man. Ja, vier jaar geleden. Ja, dat speel ik bij Barendrecht. Dus toen ben ik naar Sparta gegaan.
in de A1. Ja. Sloot ik aan en na 2 maanden teken ik al eerste contract. Na 2 maanden al? Ja. Toen vanaf na de winter een beetje naar het eerste. Eigenlijk na 3 maanden zat ik al op de bank tegen Rode JC bij het eerste. Okay. Toen dacht ik al, what the fuck is dit? Gaat snel. Gaat snel, man. Je weet toch, spanning, groot stadion. Ik was niks gewend, toch? Nee, ik was net bij Sparta. Zenuwen. Zo, ik dacht, als ik erin kom, moeten ze die bal niet inspelen, man. Nee. Dat gaat fout, man. Maak misschien een foutje of zo. Ja. Nee, maar je groeit er allemaal in, hè. Dus dat was wel bijzonder dat we zo snel naar het eerste gingen, man. Ja, dat is echt snel gegaan dan, hè? Ja, ik stond er niet bij stil, man. Als ik zo nadenk, dat jaar ging echt kapot snel, man. En daarna, dat jaar erop zijn we kampioen geworden met Sparta. Ja. Ja, toen naar de Eredivisie en nu bij Heerenveen. Ja, de Heerenveen en daarna. Ja, daarna. Dan ga je naar PSV. Ja, dat zeg jij, dat zeg ik niet. Ja. Dat komt wel goed. En dan... Dan speel je Champions League. Dus heb je zeg maar in 5 jaar tijd van amateurs gewoon Champions League gehaald. Dat is wel een prestatie, man. Ja, dat is, ik sta er niet bij stil, man. Ik sta er niet bij stil hoe snel het... We hadden natuurlijk nu net trainingstage met de Nederlands elftal. Ja. Afgelopen woensdag, donderdag. Heb je met Nederlands elftal mee gedaan? Ja. Oh, dat was eerst? Oefenstage. Oefenstage hadden we met... Hoe was dat? Ja, was ook top, hoor. Ja? Dat was ook wel echt leuk. Wat mee te maken, zeg maar. Ja, het is allemaal wel zo snel gegaan. Ja. Dus dat vind ik wel... dat is wel leuk. Maar ik, voor mezelf wist ik het vroeger altijd al dat ik voetballer wilde worden. En dat ik het ging doen. Ik ook. Jij ook? Ja, man. Dat is het mooiste, ik, toch? Ja, ik zei het ook. Ja. Ik wist al van... Ik word gewoon profvoetballer. Ja, ik was 7 of 8 jaar oud, toen zei ik tegen mijn moeder, ik word profvoetballer. Ja, dat is het mooiste wat er is. Als je zelfverzekerd bent, dan lukt het wel. Tuurlijk. Je moet gewoon in jezelf geloven, man. Maar jij bent ook wel zelfverzekerd. Dat zie ik ook wel op het veld, hè? Ja? Ja, als ik naar je kijk en zo. En ook je uitstraling. Je bent gewoon... Je hebt wel die agressieve look, heb je ook, hè? Ja, dat mensen denken dat ik altijd zo agressief ben. Yeah. Naast het veld, maar... Nee, man. Zo ben ik totaal niet, man. Ik ben... op het veld ben ik wel agressief. Ja. Yeah. Maar als ik er buiten ben, dan ben ik alleen maar aan het lachen, joh. Dan word ik alleen maar aan het genieten. Zo. Maar dat is wel mooi, want dat dacht ik... Dus, ja, mensen hebben altijd al een beeld van iemand, weet je. Ja, maar, ja. Kijk, dan nu zien ze het verschil. Maar in het veld, dan moet je ook gewoon geconcentreerd zijn, bam. Geconcentreerd en erop klappen. Die kop erop van je en dan agressiviteit. En dan gewoon lekker relaxen in de auto. En mensen haten me altijd, man. Ja? Tegenstanders haten me. Dus. Ja, hè? Ja. Omdat je altijd agressief bent, agressief, hè? Ja. Ja, het zit gewoon niet meer, man. Maar als ik nu hier, dan moet je heel veel doen, wil je me boos maken, man. Zo ben ik totaal niet. Gewoon lekker relaxed. Ja, man, gewoon lekker relaxed. Lachen, geniet van het leven, toch? Ja, zeker. Zo is het toch? Zeker weten. Wat zou je ook ooit nog willen doen? Als je nu bij PSV hebt gespeeld? Maar volgende clubs bedoel jij? Ja. Oh, sorry, man. Man, wat boos. Hij steekt me zo. Grote anti. Dat was in de staan, man. Oh. Kom door die zonnebril. Huh? Ja, die zonnebril. Nee, ik wil nooit in de Premier League spelen, man. Dat vind ik wel echt top. Lijkt me ook wel wat voor jou. Ja, man. Premier League lijkt me echt top, man. Grote stadions. Duitsland ook top, hoor. Ja. Duitsland ook sowieso top. Maar Premier League, denk ik dat wel. Dat wilde ik al sinds klein... Wil ik daar al spelen, dus Premier League is wel top, man. En heb je nog een favoriete club waar je dan zou willen spelen? Of niet? Nee, ik heb geen favoriete club, man. Heb ik nooit gehad, man. Nee? Dat vonden mensen altijd zo raar bij mij, jongen. Toen ik bij de amateurs speelde, want ik speelde toch tot 18 bij amateurs. Ja. En iedereen zei van, ja, waarom heb je geen favoriete club in Nederland? Zei ik, nee, want ik moet er altijd nog zelf gaan spelen. Ja. Dus ik wil niet favoriete club hebben, want ik ga ooit nog in de top spelen. Ja. Dus heb ik nooit een favoriete club genomen, zeg maar, voor mezelf. Ja, dus je wist daarvan, ik moet mijn mond houden, want misschien kom je ooit te spelen. Maar toen was ik best jong en toen dacht ik dat al. Ja. Dat vonden mensen altijd zo raar aan mij dat ik dat... Zelfvertrouwen. Ja, zelfvertrouwen. Ja. Dus ze moesten wel om lachen, maar dat hoort erbij. Wie is je moeilijkste tegenstander tot nu toe? Moeilijkste tegenstander? Ah, ik moet bekennen, dit jaar had ik het wel lastig tegen Justin Kluivert. Justin, hè? Oef. Hij is snel, hè? Snel, man. Aanname in de loop, toch? Ja. Dat is kut, maar ik moet zeggen, ik zat er niet lekker in. Je kent die wedstrijden toch, dat je denkt van, oh, godverdomme, ik zit er niet goed in vandaag. Ja. En die wedstrijd had ik dat precies tegen Ajax uit, man. En ja, dan...
Dan wordt het nog heel lastig. Dan wordt het heel lastig. Als je in de beginfase al voelt van dit is niet mijn plek. Ja, je begint de wedstrijd denk ik, Shit. Geen energie man. Ik had geen energie die wedstrijd man. Ik voelde me niet... Hoe kan dat? Ik heb dat ook wel eens gehad. Je voelt je zo sloom. Je wil wel. Maar het gaat niet. Wat zou dat zijn? Ja, ik weet niet man. Spanning of zo? Of? Nee, ik was juist gefocust. Ik wilde juist die wedstrijd goed spelen en zo. Ja. Maar gefocust misschien. Dat zou best wel eens kunnen hoor. Dat zou kunnen. Maar ik voelde me wel relaxed. Snap je wat ik bedoel? Ik voelde me wel gewoon ontspannen in die wedstrijd. Maar toen ik het begin, toen we begonnen, dacht ik, ik trok één sprintje. Wap, naar voren, ga voorzet. Ja. Toen dacht ik, oh shit, dit wordt hem niet vandaag, man, boys. Jelly legs. Dit wordt hem niet. En ja, dan moet je net Justin tegenover hebben natuurlijk, dan wordt het nog wel lastig. Maar hij was de moeders. Maar je speelt samen met hem, toch, bij Oranje, of niet? Ja, dus maar hij is een flimme goed voetballer. Wie heb je nu gehad als trainer? Streppel. Reiziger, Streppel. Nou ja, Alex Pastoor was ons trainer en Reiziger was assistent. Ja, klopt. Dus eigenlijk ja, ik heb hun twee als hoofdtrainers in betaald voetbal gehad. Nee. Ja. Die waren wel twee goede trainers. Hoor. Ik ben benieuwd wie trainer wordt van PSV, want Cocu gaat volgens mij weg. Of niet? Ik weet niet man. Ja, moet ervan om het erin te gooien, hè? Ik probeer hem. Hij zegt, blijf dan. Dan ben ik van je, hè? Dan ben ik gelijk van je. Nee, blijf. Heb je een gesprek met hem gehad? Nee. Ik ben gewoon lekker bij Heerenveen, dus ik zit daar goed op mijn plek, man. We hebben een nieuwe trainer, Jan Olderiekring. Ken je die? Tuurlijk. Ja, Jan Olderiekring. Jan Olderiekring heeft mij wel eens weggestuurd, moet je wel vragen. Heb je al? Ja, hij heeft mij weggestuurd bij Ajax. Ja, dan was ik weer... Ja, ik zat in het eerste, dan moest ik meedoen met het tweede, weet je wel. Maar dan moest je, dat is toch het verschil als je dan met het eerste mee... Nou. En dan moet je met het tweede, dat is een beetje minder toch? Ja man, tuurlijk. En dan werd ik nog gewisseld ook. En dan wou ik niet eruit en zo, weet je wel. Dan schopte ik hij zat in de dugout en zat in zo'n waterzak. Ja. Dan had ik ervoor staan en schopte ik zo. Was hij helemaal nat? Was hij nat? Nee, dan ga ik niet over jou beginnen. Ja, zeg maar. Hij gaat mij ook altijd apart trainen, weet je wel. Oh, samen met z'n tweeën. Want hij heeft heel veel balgevoel, hè. Ja? Die man, ja, is niet normaal. Hij kan echt de bal heel mooi aannemen, heeft hij. Mm-hmm. En hij kan ook heel goede voorzetten geven en zo. Dat kan niet echt. Maar ik heb veel met hem getraind in de jeugd. Mm-hmm. Maar ik was echt een klerenleier soms, hoor. Ettenbak. Maar je moet je er ook bij hebben, toch? Ja, tuurlijk. Je moet een beetje afwisseling hebben. Tuurlijk, man. Juist die ettenbakken maken de sfeer. Ja. Dat is belangrijk in het team dat een goede sfeer is. Ja, maar je hebt vaste vriendin, hè? Ik heb vaste vriendin, man. Ja, man. Dus geen gekkigheid of zo? Nee, geen gekkigheid. Hey, maar hoe was dat die... Kijk, want nu, je komt hier vandaan, Rotterdam, ja. En dan moet je in één keer naar Friesland. Hoe was die... Die switch? Hoe was dat voor jou? Het is een behoorlijke switch, man. Ja, hè? Dat is helemaal... Ja, met alle respect, hè. Maar er is echt weinig te doen, man. Ja. Ik zeg eerlijk, man. Ja. Echt weinig te doen. Maar ik moet wel zeggen, als ik gewoon vrij had... Ging ik gewoon naar Oslo, naar Rotterdam. Ja, en dan was ik gewoon weer... was ik gewoon weer hier. Dat was gewoon prima. Ja. Maar ja, in Heerenveen is wel... Maar ik zeg eerlijk, het is wel echt aan te raden, man. Die focus... Ja. Was wel hard, hoor. Ja. Echt gewoon tot 6 uur op de club. Ja, omdat je toch niks anders ziet. Ja, wat moet ik doen naar huis, weet je. Maar ik hou ook wel hard trainen hoor, dat sowieso. Maar het was wel lekker om gewoon alles te geven en elke dag te trainen. Elke dag beter te worden, man. En dat leeft ook wel in het team hoor. Die jongens willen allemaal wel beter worden en stappen maken. Hey, maar dat doe je wel, ja? Zeg maar echt gewoon... Oh. Ja. Echt gewoon lang op de club blijven en zo en trainen en zo. Ja, dat doe ik wel. Dat is ook een van mijn kwaliteiten, denk ik. Ik heb het niet echt van mijn techniek en dat soort dingen, weet je. Ja, natuurtalent, ik kan goed voetballen. Ja. Maar ik moet het hebben van hard werken en maximaal geven elke dag. Ja. En dan ben ik goed, kracht, weet je. Dan ben ik goed. Ja, dan ben ik goed. Dus dat moet ik ook doen, dat is mijn kwaliteit. Als ik dat niet doe, dan... ben ik veel minder, snap je? Ja. Dus ja, en dat heb ik wel in Heerenveen echt geleerd, man. Dat je gewoon voor jezelf moet werken en alles moet geven. Ja. Dus dat, ik weet niet, ik heb het al van tevoren zeiden de jongens die daar waren geweest, zeiden al tegen mij van, je wordt echt beter, weet je. Je ziet ook wel van Ruud van Nistelrooy heeft daar gevoetbald. Veel grote namen hebben daar wel gevoetbald, weet je. Ja. En die hebben daarna stappen gemaakt. En nu begrijp ik wel van hoe
waarom dat is in Heerenveen van, ja, je werkt hard en je geeft alles. Ja. Ja, dat werkt gewoon, dat werkt gewoon goed. En met, hoe was het met je familie achterlaten? Je moeder en je vader? Die kwamen gewoon elke wedstrijd. En ja. Door heel het land altijd gewoon. Ja. En ja, wanneer ze wilden komen, dan kwamen ze gewoon. Dus, en ik had ook wel natuurlijk mijn vriendin en veel vrienden. Ja. En, daar had ik een toevallige vriend, Tyron Colla, die speelt bij Cambuur. Ja. Dus, oké, dus dan kon je een beetje bij elkaar op de vloer. Ja man, als ik alleen was, ik was bijna nooit alleen. Was hij er, dan hadden we weer, even samen, deden je dingen. En, ja, dat was gewoon top man, dat was voor mij, dat was gewoon top. Dit jaar was gewoon wat dat betreft, ja, goed geregeld. Veel vrienden kwamen langs. Ja, daar hou ik wel van, maar ik wou ook van mensen om me heen. Man. Ja, je kan niet alleen zijn. Ja, ik kan alleen zijn, maar liever niet man. Vervelen. Vervelen, ja, waar ga ik me vervelen, dat is niet goed, Oké. Is top man. Ja man. Dank thanks, je wel. Hey, bedankt mooie voor je bak man. Ja mooi. Wat rij je eigenlijk? Audi A5 man. Oh, dat is een goede auto. Dat is een goede auto man. Ik vind deze top. Mooi, man. Deze mooie auto. Ja man. Nee, maar stuur me maar op ja. Is goed vriend. Hey, thanks hè. Rustig aan. Stuur me even je e-mailadres, dan krijg je dat filmpje. Oh ja, ik app je mee man. Ja? Is goed. Is goed man. Rustig aan. Rustig aan. Ciao. Man. Wassel. Bedankt man. Ja, yo, groetjes. Doei. Yo. Goeie gozer, relaxed, weet je, je hebt altijd een beeld van iemand die als dan op het veld staat en met die uitstraling van hem, mooie vent en heel relaxed gewoon, en, een paar mooie schoenen heeft hij weer meegenomen voor me, dus die kunnen jullie winnen, doe even een duimpje omhoog en bedankt voor het kijken weer en we gaan weer door met z'n allen, ciao!